Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jullie hebben gisteren de Arsenal video gezien. Ja, ik heb de combo uit elkaar gehaald. Maar dat boeit niet. En we moeten nog één ding uit elkaar halen. Nog een ding. Een hele attachment en een attachment erbij. Ja, zo. En de eerste attachment die daar gaat, raad het of niet, is een stalk. Is een stalk. En het is deze stalk. Dus. Volgende attachment die erop gaat, is een pelt. De plaster pelt. Doe je er zo in. En doe je niet zo moeilijk over. Alleen die ding denkt van, oh, hij heeft het erover niet moeilijk doen. Dus ik ga het wel wat leuk moeilijk doen. Voor het attachment waar we over gaan, is de X-Shot Clip Magazine. Die je er zo in doet. En waarom ging ik nou zo snel met deze paar attachments? Nou, de plastic belt kan hier in die stok blijven. En als de magazine van de X-Shot Rogue leden, die jullie gisteren naast zo'n video zagen, erin doet, dan wel. En bij deze, ik moet hem even uit de knoop halen. Een beetje dom in de knoop. Niet zo slim, maar goed. Het is gewoon niet anders. Het is gewoon zo easy in één keer. Voor een attachment die er op en eigenlijk erin gaat, is geen drum magazine, is een banana stijl mag. Ik denk dat ik hem even naar achter moet houden. En dat was ook in dit geval. Want een banana mag is heus ook wel mooi hoor. Zo niet heel lelijk, het is wel mooi. En waarom doe ik de banana mac erin? Stel van, hij heeft een magisch trucje en je kan dan uit het niets weer schieten. Nou heb je sowieso tarts. Vandaar dat ik hem er ook in heb. En ik doe de banana steel mac erin. Omdat hij is lekker krom. Mooi krom. Dus. Maar deze combo kan eigenlijk ook met een Six Start magazine komen. Maar omdat we nu zo lief zijn om een betere Mac erin te doen, hoop ik dat jullie eens een keer een video kunnen liken en meer views kunnen krijgen. Dus ja. Jullie hebben gehoord wat ik eigenlijk fuck it vind. Ja, volgende attachment. Hij zit al eigenlijk nog een beetje in elkaar. Ik heb niet goed geslapen. Dankjewel dat je er zo goed in elkaar zet. Ik hou heel veel van jouw rocket. De volgende attachment is een rocket launcher. De missile launcher eigenlijk, hoe ze het noemen van het Nerf. En hoe de fuck komt dit ding? Zo. En nu heb je, zie je al eigenlijk. Wat is een mooi dingetje. En dan ja, dus.
Ik ga naar de wc. Nou, ik ben even bij de wc geweest. Nou, bij de... Naar de wc geweest, want ja, ik heb mijn behoefte wel kunnen uiten. En ja, we houden hem dus misschien wel even zo in beeld. En ja. Kan wat tillen hoor, logisch. Kan wat tillen. Zoals met die drum mixing kan ik hem nog gewoon heel goed tillen. Te veel een drum mixing. Als er nog tijd is, maar ik denk niet, maar als er tijd is, kunnen we nog even de combo line zien hoe die met drum mixing in zit. Maar goed, we gaan nu eventjes verder. Natuurlijk moeten we een power op, dus we gaan natuurlijk deze power erop gooien. En ja, zo ziet hij erop. Hieronder zit een nektarspunt. Hij heeft ook een lichtje, kijk maar. Het is een soort van de X-Shop Regulator ding. En daaronder heb ik een lichtje ge... lichtje onder getaped. Volgende nektarspunt waar we op gaan. Is een Nerve Nitroscope. Nerve Vortex Nitroscope is dit ding. Doe je die zo op. Volgende nektarspunt waar we op gaan. Is de touch storage, die gaat hierop. Volgende attachment waar we op gaan is de Nerve Modus Upgrade Scope van de Upgrade Kit Scope. En hoe dom was ik om niet eerst die te doen en daarna de touch storage. Maar goed, jullie weten al eigenlijk hoe het erop moet. Dus godverdomme, dit ding werkt niet mee. Hè? Eindelijk. Ja, godverdomme, ga erop jij. Verpest nog niet meer, dag. Je vieze nerfke. Volgende test moet waar we op gaan. Is de Vortex, de Nerve X-Tibetalator Pebble. Daaronder komt de X-Tibetalator Grip. En deze pebble draaien op deze pebble. Dus pebble op pebble. Ik had jullie beloofd, als er nog tijd is, en ik dacht van niet, maar er is sowieso nog wel even wat tijd, dan laten we de combo zien met de trim mixing. We komen zo meteen daarom terug. Dit is het dan. En ja. Ik ben meer dan tevreden met deze blaster. Ook met zijn opzetstukken. En in het Engels is dat attachments. Dus ik noem dat attachments. Attachments zijn opzetbare stukken die erop kunnen. Zoals een stok. Dat is ook een attachment, maar daar hebben we het de volgende keer over. Kon ik hem tillen, want dat denken jullie misschien niet, maar... Dat is met dit ding fucking easy. Dat hadden jullie niet gedacht. Omdat jullie fucking noob zijn. Oepsie, niks gezegd. Nee, ja. Ja, jullie zijn er niet noob. En dan zeg ik dat meestal omdat ik denk dat ik dat stoer ben, maar dat ben ik eigenlijk ook helemaal niet. Ja, ik hoop dat jullie eigenlijk de Arsenal gisteren ook leuk vonden. Want ja, ik kan ook gewoon geen Arsenal maken, maar ook geen video's meer. Dus wat heb je liever? Dat ik de Arsenal heb geüpload of niet? Maar goed, dat jullie leuk vonden die Arsenal video, dus... Twee storage, dus dit zijn in totaal de 10 Elite Touch die ik ook heb gekocht. Makkie, easy. Dus. Ja.
We kunnen één tart hierin stoppen. Om te doen alsof het een nep shooting is. Maar kijk, als ik dat al doe, dan wil hij het niet. Dat wil hij wel, maar dat lukt niet. Dus, dat kan niet. Hij kan ook met de Six Start magazine. Dat doe ik in één geval niet. En er komt hierna nog een combo review. Omdat ik nu een combo review in mijn hoofd heb. We doen de combo nu 2 in 1. Ja, we kunnen de combo niet uit elkaar halen. Dus denken jullie ervan dat ik deze een andere keer review.